Spoel eens terug naar je kindertijd. In welk soort spel kon jij je helemaal verliezen? Spelen, dat is dé motor bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar onderzoek in de Vlaamse kinderopvang toont aan dat jonge kinderen er te weinig leren. Hoe kunnen we dit aanpakken? De reactie van kinderbegeleiders is duidelijk. We moeten toch geen schooltje worden? Nee hoor. Maar hoe kan je baby's, peuters en kleuters in hun ontwikkeling ondersteunen zonder te veel te sturen? En hoe kan je hun spelen gericht verrijken zonder over te nemen? In ons onderzoek De Kracht van Spelen gingen we op zoek naar antwoorden. Onze voornaamste tip? Duik mee in de leefwereld van het kind. Enkele kartonnen dozen kunnen bijvoorbeeld al genoeg zijn om de fantasie op hol te doen slaan. Dan hoor je zinnen als ik ben een piraat of ik zit in mijn kasteel. Hoe verrijkend is het niet als je dan als begeleider en garde roept en een zwaard gevecht begint. Of samen een storm op zee nabootst met allerlei klanken, bewegingen, misschien zelfs liedjes die daarbij passen. Die speelimpulsen kunnen dan aanleiding geven tot een thema, ridders of piraten, waar je een week lang rond werkt. Je vindt er fantastische prentenboeken over. Niet enkel om uit voor te lezen, maar om deze verhalen te beleven en in de huid van de personages te kruipen. Of je richt een nieuwe speelhoek in als piratenboot, die laat ze hun eigen ridderhelm ontwerpen. Of je gaat in het nabijgelegen park op zoek naar de schat. Als begeleider geef je dus al spelend ideeën aan de kinderen, waar ze tijdens hun spontane spel niet aan denken, om zo hun wereld en dus ook hun kennis uit te breiden. We creëerden een boek waarin we 20 inspirerende praktijkverhalen delen, verteld vanuit het kind. Je voelt zo echt hoe dat jonge kind het spelen beleeft. Maar dat is niet alles. Elk verhaal is de start van een ware inspiratiebom, vol speelweetjes, vragen en speelse methodieken. Om een schooltje te worden? Nee, dat niet. Wel om elk kind volop te laten spelen en zo de ontwikkeling te ondersteunen.